spelersgroep beseft ook wel, een beker van België, de finale, dat speelde niet ieder jaar. Dat moet je erkennen. Zelfs Toploen spelen dat niet ieder jaar. Dus je moet dat moment nemen. En we hebben dat al zoveel gezegd. Een bekerfinale, dat moet je winnen. Dat moet je niet spelen. Lokker is een goede ploeg. Ik denk dat we beide 50-50 hebben. Dat is geen cliché. Dat is ook zo. Ik denk dat we vertrouwen moeten hebben. We hebben toch wat routine in dit soort matchen. Lokeren heeft dat ook, dat is geen enkel probleem. Het is goed dat we het play-offs niveau niet kennen, het play-offs 1 niveau kennen. Het is goed dat we al wat Europees gespeeld hebben. Zij hebben misschien het voordeel dat ze met bijna deze ploeg ook al die bekerfinale een keer gespeeld hebben en gewonnen hebben. Dus het zit zo close, vind ik. Het verhaal is dat er twee ploegen zijn die straks ook naar de play-offs gaan, die er ook de consequenties zullen moeten uittrekken. Dus we zullen moeten alle twee, de verliezer en de winnaar, zullen moeten leven met een reactie van het team. Want niet vergeten, het zou kunnen als we verliezen dat we zwaar ontgoocheld zijn. Het zou kunnen zijn dat we winnen, dat we denken, oké, we hebben die prijs toch al binnen. Dus het zal voor de twee ploegen denken zijn hoe dat we daar kunnen mee omgaan. Met het zij succes, het zij ontgoocheling. Ik weet dat zelf niet. Het zijn twee ploegen die een voetballende manier hebben. Ik denk dat we beide voor elkaar geen geheimen hebben. De minder periode die is voorbij. We hebben een goede eerste helft gespeeld op Waasland-Beveren. Waasland-Beveren die op dat moment een goede ploeg is. Een ploeg die wat op de drive in zit. Ze hebben zich ook gered. De reactie tegen Club Brugge vond ik goed. Echt waar, vond ik goed. Want die speelt tegen Club Brugge 15 op 15. Scoren hier. Het is stil in de fase. En we hebben herschikt. We hebben gedurfd. We hebben met drie echt goede voetballers in het middenveld. We hebben tempo gaan verhogen met drie spitsen gaan spelen, zelfs op het einde van de match. Bongonda die heel goed invalt, dat zijn signalen. En dan, ik vind op Gent, dat we behalve het vierde kwartier, waar zij met een shot van Pedersen van buiten de rechthoek en een kopbal van Le Point, hebben we toch gans die wedstrijd gecontroleerd. Naar het einde van de wedstrijd toe scoren we. We hebben niet veel doelkansen afgedwongen, dat is juist. Maar ik vond Gent zeer laag staande. Was het nu omdat snel in Kortrijk 2-0 was, dat weet ik niet, dat mag ik niet zeggen, maar ze stonden zeer laag. Dat zijn toch elementen dat je zegt, kijk goed, het is het team, Hazard draait weer wat beter, Leijen komt terug, die elementen van verbetering. Ja, hoe speel je met een keeper, hè? Kan niet anders. Hè? Weet, ik geef er geen commentaar over naar media toe. Ik doe dat niet. Als ik wil dat eerst bespreken met mijn team. Punt. En je moet mij daar geen enkele vraag meer over stellen. Ik ga er ook niet op antwoorden. Wij zijn bezig met een bekerfinale. Wij weten wat we moeten doen. We zijn daar hard mee bezig. En voilà. Stel je voor, ik ga je een keer een ander voorbeeld geven. Stel je voor dat er een van mijn twee keepers wakker wordt zaterdagmorgen en dat hij ziek is. Stel je man. Dat kan elke week gebeuren. Maar dat wil niet zijn, dus dat je geen keuze kunt maken. Maar wij gaan die keuze maken. Dan moet je niet media aan de media, toch? Okay. Frank, en dat ga ik ook niet doen. Allee. Laat dus plannen. Is je geïnteresseerd wie dat de rechterflank verdediger wil spelen? Dat weet ik nog niet. Ik denk dat Mbaye nu wel. Maar zondag een doel dat hij kon maximum naar 60 minuten gaan. Ik vond het leuk dat we aan het einde al zijn. Maar nu heeft hij er al 47 gespeeld, want het was 2 minuten over. En alleen overleg met... Kijk, dat zijn zaken die je dan wel kunt doornemen voor de match. Maar ik heb nog nooit in feite... Ik heb dat nog gedaan als jonge trainer. De maandag zegt tegen iemand, het was niet goed en hij gaat spelen zaterdag. En weet je wat je verhaal, wat je dan hebt? Dan heb je die wat hij tegen zegt, ik mag spelen, want de coach heeft mij gezegd. Die voelt dat hij niet gaat spelen, traint wat slapper. En op het einde, de vrijdag, hij die slap traint en je die zeker is van zijn plaatsen. En je hebt geen kwaliteit. We zijn profs en we leven naar iets toe.